Tutut! Willen jullie alsjeblieft... opruimdienst! Oei. Lot, wij ruimen onze kamer op. Kijk eens even, zij doen het vanzelf. Hier, het helpt, hè? Het helpt dus als je het gewoon heel vaak vraagt. Ja, echt waar? Denk je dat echt? Natuurlijk. En hatsenflats. Klaar! Klaar! Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Kijk. Wow! Nou ja, zeg, wat fantastisch opgeruimd hier. Kijk eens even, nu kun je gewoon van het ene helemaal het andere uit van die kamer lopen. Ja, goed, hier. Lot. Zei ik het niet? Ja, je hebt het gezegd, ja. Dat is waar. Ik zei het toch? Ja. Schitterend. Daar gaat hij. 1, 2. Hallo? Oh, daar gaat je lege vloer. Nee, zeg, ja. Ja, maar ze willen alleen even een treinbaantje leggen, dat is leuk. En de toren. Hè? Ja. Met wat torens. En wat poppetjes. Komen en er ook nog aan. En wat poppetjes. Ja, hier is het vast. Oh, wauwie. Inie, goed zeg. Nou. Ja, helemaal top. En ik heb sneeuw. Nou ja. Oh, sneeuw. Sneeuw. Hou op. Lot, kopje thee dan maar. Heel graag. Kom, wij gaan weg hier. Dankjewel. Dan gaan we met de trein gaan door de sneeuw. Ja. En dan gaan we daarna door het bos. Ja. Echt vet gaaf. Dat is leuk. Ja. Oké. Ik heb een hele lieve knuffel. Die heb ik al mijn hele leven. Arjan vindt hem vies. Hij wil mijn knuffel wassen. Maar ik ga hem echt niet geven. Mijn knuffel ruikt naar knuffel. Naar samen slapen. Naar kusjes. En verdriet. Een knuffel die zo lekker ruikt, die was je toch niet? Lekker. Mooie dromen. Mijn oma heeft een karretje, dat is zo'n grappig ding. Er zit een handig mandje op, daar kan mijn knuffel in. Die zit waar oma soep van koopt. Het is een prachtig karretje. Ik wil hem later ook. Ja, ik wil later. Ik wil later. Een rollator. Een rollator. Lekker lopen in de zon. In de zon. Met mijn poppen. In het mandje. In het mandje. En dan fijn een blokje hoog. Mijn oma's blauwe karretje heeft remmen en een bel. En hij kan in- en uitgeklapt, dat is handig en het gaat snel. Er zit ook nog een krukje op, dat zit niet eens zo slecht. Het is een super karretje, ik wil hem later echt. Ja, ik wil later. Nee. Die van jou.
Hey, Aard, wil jij mijn opa zijn? Jouw opa? Ja, ja, want kijk. Mamoen, hè, die heeft een opa en daar krijgt hij altijd snoep en cadeautjes van. Oh, ja. Ja, dat had ik eerder ook met mijn opa. Echt? Ja, maar mijn opa is er niet meer. Nee, die is dood. Oh. Ja, dat doen opa's wel. Oma's trouwens ook, hoor. Worden ze heel oud en dan gaan ze dood. Ja, nou, dat zal allemaal wel. Ja. Maar ik wil ook snoep. Dus wil jij mijn opa zijn? Nou, ik heb heel toevallig een zak met dropjes gekocht. Echt? Denk je dat dat genoeg is? Ja hoor, kom maar. Nou, hier, eentje. Eén? Nou zeg, geef er maar twee, hoor. Nou, twee, zo. Nee, weet je, ja? Geef er ook nog maar één. Voor onderweg. Nog eentje voor onderweg. Zo, handen dicht. En nou wegwezen. Ja. Vooruit. Ja, dankjewel, opa Aard. Doeg. Aard. Pino, hè, die zegt dat jij nou zijn opa bent. Ja, dat klopt. Ja, en Aard, wil jij ook onze opa zijn? Ah, ja, krijgen we dan ook drop, please? Ja. Nou ja. Vooruit dan maar, hè. Kom hier met de handen. Oh, wow, ja. Eén. Ja. En jij één. Ja. Mogen we er twee, hè? Ja. En dan nog één. En één van onderweg. Ja, en nou wegwezen. Ja, ja. Dankjewel, opa. Dankjewel. Aard, de kinderen vertellen me allemaal dat jij hun opa bent. Dat vind ik zo schattig. Maar dat is niet echt. Nee, het is natuurlijk niet echt. Maar het is wel heel schattig. Ja. Zeg, kan jij niet ook mijn opa zijn? Wil je zeker ook een dropje, hè? Als je zo aandringt. Nou, vooruit. Ja. Pak maar. Ja? Ja. Twee, toch? Ja. Ja, fijn. En ook nog eentje voor onderweg. Ja, dacht ik al. Ja. Ja. Heerlijk. Dankjewel, opa. Dag. Aard. Nee, opa. Oh ja, nee. Ik ben jullie opa wel. Hier, pak maar. Oh, lekker. Ja. En jij ook pakken. Ja, ja, en nou wegwezen. Oh, ja. Vooruit. Hop, fort. Wel, opa. Dankjewel, meneer. De buurman. Goedemiddag. Meneer Aard. Nou hoor ik dat u de opa bent van heel Sesamstraat. Ja, zo'n spelletje. Maar ik vind het best aardig. Aardig. Dat is toch van de zotte. Dat kan toch helemaal niet opa van de hele straat. Meneer Aard. Wilt u ook niet mijn opa zijn? Wilt u zeker een dropje, hè? De gang. En ook even onderweg. Oh ja. Oh ja, wat mooi. Pino, wat heb jij getekend? Hé? Dat zie je toch? Nee. Dat is zien. Oh ja, zien. Ja, nou zie ik het. Ja, zien. Daar heb je buurman Baasje, die ga ik tekenen. Ja, buurman. Ja. Wilt u even daar stil blijven staan? Ja, leuk. Stil blijven staan? Ja. Ja, want wij gaan nu natekenen. Ja. Oh nee, zeg, daar komt helemaal niks van in. Ik wens niet nagetekend te worden. Huh? Nee. Waarom niet? Nou, omdat jullie daar dan een hele stomme tekening van gaan maken natuurlijk. Nee. Dat doen wij helemaal niet. Nee. Jawel, dat doen jullie wel. Jullie gaan mij dan tekenen, hè, alsof ik heel boos ben met een heel raar boos gezicht. En bijvoorbeeld met allemaal spuug. Spuug?
Ja, lach er maar om. Hè? Mij een beetje voor paal zetten met een tekening. Alsof ik de een of andere idioot ben die met zijn voeten gaat stampen en met zijn armen gaat zwaaien. Terwijl ik altijd heel erg netjes en heel erg rustig en heel erg beschaafd ben. Hè? Ja. Wat zei ik nou? Niet mij natekenen. Maar ik heb u ook helemaal niet nagetekend. Oh nee, en wat is dit dan? Dit is een tekening. Van iemand anders. Oh ja, en van wie dan wel? Ziet u wel, dit is een boze iemand met stampvoeten, spuug en gebalde vuisten. Ja. Dat kunt u helemaal niet zijn. Nee, want buurman, u bent altijd heel rustig. Ja, en heel netjes en heel geschaafd. Ja, ja. Oh. Ja, u gaat nooit stampvoeten. Hè? Nee. Zoals die meneer op de tekening. Nooit. Nee hoor. Hè? Ziet u wel? Dit is iemand anders. Dit is buurman Boosje. Ja. Ja, vooruit dan maar. Want ik ben inderdaad altijd heel erg netjes. En heel erg rustig. En heel beschaafd. Goedemiddag. Goedemiddag, buurman Boosje. Buurman Boosje. Buurman Boosje. Oh, wat grappig. Echt goed, Elman. Wat is die boos? Buurman Boosje. Het is vandaag een mooie dag, een mooie dag, een mooie Joho, dag. Kijk eens. Hé, hey, Lot. Ja. Wil jij mijn liedje horen? Ja, straks. Luister. Ik kom jou wat uitleggen. Uitleggen? Kijk eens even hier. Wat is dit? Dit is een weegschaal. En dan ga ik jou uitleggen hoe dat werkt. Weet je hoe dat komt? Jij zit op een wip. En een wip lijkt een beetje op een weegschaal. Zo kwam ik op het idee. Oh ja. Leuk. Kijk, dan zet ik de weegschaal recht. Mooi, netjes recht, zo. En dan hier. Kijk eens, bijvoorbeeld. Nou. Dit. Nee, alleen even als voorbeeld. Kijk nou. Kijk. Hier. Ik ga kijken. Wat is zwaarder? Dit blokje of dit? Oh, dat autootje. Ja, zo kun je het heel goed zien. Leuk, doen we nog één voorbeeld. Wat is dit? Nou, bijvoorbeeld. Kijk, een balletje en een flesje. Nou, wat zou zwaarder zijn? Ik weet het, denk ik wel, maar hier, deze. Nou, hier, die is zeker zwaarder dan ja. En zo maar verder. Maar nou, ga ik weer zingen. Nou, en dan wilde ik je dit dus uitleggen, nog even. Omdat jij op een wip zit en een wip eigenlijk hetzelfde is als een weegschaal. Oh! Ja. Hey, mijn Lot, zullen we dan kijken wie er zwaarder is, jij of ik? Kijk, de wip? En nou kan ik dus merken dat jij het heel, heel erg goed hebt begrepen. Ja, goed ben ik. Ja, wat leuk is dat. Kom, moet je eventjes, moet je wel even omhoog komen, anders kan ik nooit gaan zitten. En... Ja? Oh! Ja, nou, dus, ja. Ik ben zwaarder. Ja, dat zie ik. Zo. Ja. Hey, doe me nou maar weer eraf. Ja? Ja. Straks. Want nu ga ik zingen. Het is vandaag een mooie dag. Leuk. Een mooie dag. Een mooie dag. Harry Pino. Harry Shelley. Wat is er? Oh, Tommy, ik ben toch zo vreselijk verkouden. Maar moet je dan niet binnen blijven? Nee. Zien zij dat ik gewoon naar buiten mocht? Oké. Jongens, niet voor mijn deur spelen. Ga eens weg daar. Hé? Hallo, buurman Baasje. Hallo, buurman. Zeg, wil jij wel eens even je hand voor je mond houden, ja? Waarom moet ik mijn hand voor mijn mond houden? Nou, omdat je anders iedereen aansteekt. Wat steek ik aan dan? Nee, vooruit, daar blijven. Hou afstand. Ga maar naar huis. Nee, naar huis. Maar buurman, hij mag gewoon naar buiten van zien, hoor. Ja, wat heb ik met die zien te maken? Die zien die kan zoveel zeggen. Ja, maar buurman. Nee, ga weg. Niet bij mijn fiets. Ja, maar zien zij? Niet bij mijn fiets. Straks, dan steek je mijn fiets aan en dan kan ik met mijn fiets naar de dokter. Hè? Hier.
Hier, heb je nou je zin? Nou heb ik het ook. Hey, wat is hier allemaal aan de hand? Ja, hier hij weer. Die vogel van u heeft mij dus aangestoken alleen maar omdat u hem over de straat laat gaan. Nou, zo'n vaart zal het nu ook niet lopen, hè? Oh, nou, dan moet u maar eens horen. Oh, buurman baasje, dat klinkt echt niet zo best, hè? Niet best? Ik ben doodziek. Sorry. Ik dacht dat u een grapje maakte. Een grapje? Wie gaat er nou een grapje maken als die de vogelgriep heeft? Weet u wat u moet doen? He? U moet gewoon naar bed, lekker onder de wol. Ja. Hm? Ja. Lekker onder de wol? Ja. Lekker onder de wol. En wie doet er dan boodschappen? Wie zeemt de ramen? Wie maakt de wc schoon? Oh, dat is allemaal geen probleem. Dat doe ik wel eventjes voor u. Oh. En krijg ik dan ook een kopje thee op bed? Ja, natuurlijk. Nou, ja. Oh, maar dan wil ik wel ziek zijn. Ja, dan ben ik inderdaad doodziek, zeg. Ja, en weet u, dan komen Pino en Tommy u iedere dag bezoeken. Ja, ja, ja toch? Gaan ja, we u ja, voorlezen. Ja, 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 en liedjes voor u zingen. Ja. Ja. Heel luid. En we nemen Innie Minnie ook mee. Ja, en dan komen we elke dag bij ons. Elke dag. Ho, ho, nee, nee, jongens, nee, 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 nee. Jullie komen mijn huis niet in. Ja, maar waarom dan niet? Ja, omdat ik weer beter ben. Hè? Ja, ik voel me weer kip lekker. Hoi, ik ben opgeknapt. Nee hoor, de hoest is weg. Niks meer aan de hand. Ja, want aan een zieke buurman hadden we ook niks, hè? Ben je bewind? Geef niks op Pino. Geef niks. Goed zien. Goed, hè?